Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Onmiskenbaar de Maserati Gran Turismo en dan staat hij hier in zijn allernieuwste gedaante. Dan zeg je misschien van allernieuwste gedaante: dit is toch heel duidelijk de Maserati Gran Turismo? Juist, maar dit is de allernieuwste, de tweede generatie die dan ook voluit Gran Turismo heet. We hadden natuurlijk in het verleden, in het recente verleden. 1999 hadden we natuurlijk die 3200 GT. Met die aanduiding GT. Niet geschreven, wat er dus staat voor Gran Turismo. En later natuurlijk die dus 4200 GT. Die opgewaardeerde versie van die 3200 GT. Maar hier staat dus de tweede generatie Gran Turismo. Je herkent hem meteen, maar toch. Het is een fonkelnieuwe auto. En dan denk je misschien, ja, maar die designafdeling van Maserati die heeft zich er wel heel makkelijk van afgemaakt. Was het ontwerp van Pininfarina uit 2004 dan toch zo goed? Dat ze hebben gezegd van, ah, weet je wat, we doen hem even een beetje fijn slijpen. Nee, 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 zegt Klaus Boessen. Dat is de designbaas van Maserati. Die zegt, die Maserati Gran Turismo. Dat Gran Turismo dat is eigenlijk de bouwsteen van het hele Maserati portfolio. Dat zijn de auto's hè, waar, ja, waar Maserati op voortleeft. Niet alleen in het verleden, maar ook in de Toekomst. Ja, en dat is eigenlijk: je moet het vergelijken met een Porsche 911 of een Jeep Wrangler. Wat die Wrangler voor Jeep is, hè, is die 911 voor Porsche, dat is die Gran Turismo juist voor Maserati. Het is een auto die ja, de, de, het merk-DNA vertegenwoordigt, maar ook aan zich een speciaal product is. Ja, die 911, altijd is die compleet nieuw per generatie. Maar nog altijd heel herkenbaar als 911. Datzelfde geldt voor die Wrangler. Altijd is het een compleet nieuwe editie. Met compleet nieuw plaatwerk. Zoals die 911. En, maar altijd herkenbaar als een Wrangler. Als een Jeep. En datzelfde wil Klaus Boessen nu bereiken met die Maserati Gran Turismo. Ze zijn daadwerkelijk van een leeg vel papier begonnen. Maar nog altijd in de filosofie van die eerste generatie Gran Turismo. Wat natuurlijk een ontwerp was van... In farina. Toen natuurlijk Maserati nog veelvuldig gebruik maakte van externe designbureaus, hebben ze nu een eigen designafdeling. Ja, en die jongens die hebben het echt druk. Natuurlijk, Maserati heeft al zo vaak een productoffensief aangekondigd, maar nu ze er een uit waar je u tegen zegt. Dat begon natuurlijk hè, met deze kleine sportwagen. Kleine, compact, handzaam. Dit is de Maserati MC20. Hiermee startte het nieuwe Maserati. Hè? Wat al heel lang was beloofd, maar met deze auto gingen ze het ook daadwerkelijk realiseren. Vandaar ook die naam: hè? MC20. MC staat voor Maserati Corse. Het is een sportwagen. Dat 20 staat voor het nieuwe decennium. Het startpunt van een nieuw productoffensief. Een nieuw modellengamma. En na die MC20 kwam natuurlijk die compactere. SUV crossover die onder de Levant is gepositioneerd, die Grecale. ja en Het is mooi dat we hier dus eigenlijk al meteen dat setje hebben van die drie nieuwe modellen, waarmee dat productoffensief is gestart, maar waarmee het nog niet is afgesloten. Want er komt natuurlijk nog een nieuwe uh, quattro porte aan. En natuurlijk van die MC20 hebben we natuurlijk de open versie al gezien, die wordt ook nog geïntroduceerd. En dan is nog onder geheimhouding is natuurlijk nog de open variant van die Gran Turismo die dan weer die naam krijgt, zoals die voorganger dat ook had van Gran Cabrio. En zo heeft Maserati dan een compleet nieuw modellengamma. En als je naar die modellen kijkt, dan zie je ook dat er heel duidelijk een karakter in zit. Een familiegezicht. Ze hebben allemaal eigen karakters. Hè? Als je kijkt naar die MC20, wordt gepositioneerd als de halo -K van Maserati. Het supercar, de, het zelfstandige product, gewoon de top van het hele gamma. Als je dan naar die greekalen kijkt, naar die neus. Karakteristiek voor Maserati: natuurlijk hè, die ovale gril met hier centraal die tand. Merk DNA. Wat ook merk DNA is, is hier die luchtroostertjes in het voorscherm. Merk DNA. Die staande koplampen, het nieuwe merk DNA. Volgens de filosofie die gestart is met die MC20, vervolgens aangegeven met die Krekalen. En nu ook wordt doorgevoerd op die Gran Turismo. Maar alles eigenlijk na dat front. Dat is wel, als je kijkt naar het lijnenspel, die Italiaanse flair, die Italiaanse styling, dat gevoel, die passie, die dan in zo'n ontwerp zit. Ja, maar dat geeft dan weer een eigen karakter aan zo'n auto zonder natuurlijk uit het oog te verliezen. Dat als je die auto ziet en je wel degelijk ziet dat het een Maserati is. Ook al haal je dit logo weg, dan herken je deze auto meteen als een Maserati en in dit geval als een Gran Turismo. Natuurlijk omdat hij zo lijkt op zijn voorganger. Maar ja, wat ik al zei, al het plaatwerk is nieuw, heel de architectuur is nieuw. Architectuur deelt hij met die greekalen. In de basis is het een achterwielaandrijver, maar voor die Gran Turismo hebben ze louter gekozen voor vierwielaandrijving aandrijving? Dat even gelijk gezegd hebben Maar als je dan kijkt naar deze auto, hè, hoe is dan die Klaus Busse te werk gegaan? Je ziet wel overeenkomsten met die vorige editie, maar hij heeft het op een hoger niveau getild. Als je naar dat neuspartijtje kijkt, hè, je weet, Maserati die rijke racehistorie, binnenkort komen ze weer terug op de circuits. Niet dat dit een voorteken ervan is, want daarvoor hebben we natuurlijk die MC20. Maar als je kijkt wel degelijk naar het verleden, naar die merkdelen, naar die merkwaarde van Maserati. Als je dan naar het front kijkt, dan veel nadrukkelijker is nu dat centrale deel van die motorkap geaccentueerd. En dat komt voort uit, als je weet dat ze van die monoposto-raceauto's hadden, dan weet je dat die altijd zo die neus hier hadden, een beetje deze breedte. En dan die losstaande voorwielen. Maar ja. Racerij Grand Turismo. Ik zal het even uitleggen. Grand Rismo dat is een snelle auto waarmee je comfortabel kan rijden. Dus die raceauto, dat is het sportieve tintje in deze Grand Rismo. En dan moet die natuurlijk naar de straat worden vertaald. En hoe doe je dat? Door eigenlijk boven die losstaande wielen voorschermen te monteren en daar de lichtunits in te verwerken, zodat je ermee op de openbare weg kan. En dat is ook heel nadrukkelijk in heel dit frontpartij geaccentueerd. Met deze nadrukkelijke lijnvoering hier op die motorkap. Dit is natuurlijk een uitstroomopening. En dan heb je hier die lichtunits. Hè? Tegenwoordig dus bij de vorige generatie Maserati's, allemaal in de. Ja, in de breedte geaccentueerd. Deze zijn dus allemaal zeg maar, verticaal geplaatst. Op de hoeken om de auto breder te laten lijken. En laag geplaatst. Zoals ook altijd typisch Maserati die grillpartij altijd zo laag mogelijk is. Maar die Grecale ook. Die had veel hoger gegund om die auto stoerder te maken. Maar als je hem lager plaatst, maak je hem iets eleganter. En je krijgt namelijk een vloeiendere lijn in die motorkap. Ja, je ziet het hier dus. Hè. Dus deze auto vertegenwoordigt het. Uh, zeg maar, dit is het Gran en dit is het Turismo deel. Heel mooi detail hoe die ja, Klaus Boeser dat heeft opgelost. Je ziet ook dat die motorkap nu overheen valt. Dat zorgt er wel voor dat die motorkap in totaliteit drie vierkante meter groot is. Een van de grootste op de markt op dit moment. En die taaie lijn die hier overheen loopt. Mooi hè, dat je dan die scheidslijn krijgt tussen motorkap en natuurlijk deze zijde. Ik ga even terug naar die vorige generatie Gran Turismo. Als je naar die neus kijkt, die neus had ook een racerij in zich. Dat is niet nieuw voor deze auto. Ze hebben het alleen op een andere manier geïnterpreteerd ditmaal. Maar bij die vorige was het die, die fabelachtige birdcage die met die hoge ja, wielschermen. En daar kijk je dan naartoe. Ah, natuurlijk hè, ik heb ik het al vaker verteld bij andere auto's: ook, dit is het hoogste punt, precies op je wielen. Dan weet je waar je hem op het circuit moet positioneren. Om natuurlijk die bocht zo, zo scherp mogelijk aan te snijden. Maar waar ik me bezig was, was eigenlijk een verhaal te vertellen over dat die naad van die motorkap nu aan de zijkant loopt. Hier precies boven die drie. Zei het al karakteristieke luchtroostertjes waar dan hier boven in dit geval Moderna staat, heeft niets te maken met dat deze auto in de fabriek de Moderna wordt vervaardigd. Nee, dit is een uitrustingsniveau. Daar kom ik straks wel eventjes op terug. En dan zie je daar die drie luchtroostertjes. Dus dat maakt er ja, dat die motorkap over die voorzijde heen valt. En dat ziet er net even wat fraaier uit. Het is ook mooi dat je dat combineert met die luchthoostertjes. En dat geeft een extra hoog cachet aan heel het ontwerp. Ja, dan die typische lijn van die voorruit die die schuin oploopt. Natuurlijk, hè, het is een Gran Turismo. Het is een. Coupé, een sportcoupé. Dus hij heeft die, die sportieve lijnen met die schuin aflopende achterzijde. Dat wordt nog eens een keer benadrukt door die raamomlijsting, die dan scherper afloopt dan dat het dak daadwerkelijk doet. Vooral als je een lichtere kleur hebt, valt het iets meer weg. En dan geeft dit meer dynamiek in het ontwerp dan als je deze lijn gaat benadrukken. Want wat je dan krijgt. Dus dan wordt die auto juist heel hoog benadrukt. En je wil juist dat er dynamiek, dat er snelheid in het ontwerp zit. Vandaar dat je deze twee lijnen hebt. Als je dan hier door die achteruiting kijkt, dan zie je dat die hoofdsteunen voor de tweede zitrij, die zitten hier. Ja, ik zeg tweede zitrij. Aan de hand van dit raampje zou je eigenlijk niet denken dat het een. En dan moet ik even benadrukken met zo'n haakje openen, uitroepteken, haakje sluiten. Het is een volwaardige vierpersoons sportcoupé. Volwaardig. Dus die hoofdsteunen zitten hier. Waar je bij de vorige editie juist met je hoofd onder het dak zat, zit je hier nu eigenlijk in die uitstopping voor die achterruit. Dus je, zit, ja, je hebt meer hoofdruimte, je zit er nog comfortabeler in dan bij die vorige editie. Let ook even op dat enorme vinnetje op het dak. Dat is niet alleen de antenne. Maar het is ook nog eens een keertje het punt waar de achteruitkijkcamera in is ondergebracht. Let ook even op die achterlicht. Hè. Veel compacter dan op zijn voorganger. Maar die voorganger die oogde sowieso, als je het mij vraagt, wat meer Amerikaans. Die was wat, ja, daar zat wat meer vetten op de botten. Hier heb je hem wat meer. Clean gemaakt. Wat, ja, wat, hij oogt wat lichtvoetiger. Terwijl dat het nog steeds een forse auto is. Hoor. Maar je ziet aan die achterlichten. Die zijn nu gewoon smaller. Die benadrukken minder gewicht in dit geval. Het is een detail. Laat even weten in de reacties. Of je dat mooi vindt of niet. Ik zit ondertussen even stiekem te kijken. Of hier ergens een doortje Maserati in staat. Ik zie het niet zitten. Aan de voorzijde is dat namelijk wel het geval. Dat vind ik altijd zelf een heel leuk en grappig detail. Ja, die achterzijde van die auto. Hè? Ik zei het al, die voorgang die was wat meer, zat wat meer volume in. Maar je oogt he, hij oogt wel compacter. Is het juist niet? Hij is maar liefst 8 hele centimeters langer geworden. In de breedte groeide die notenbenen nog altijd 4 centimeters. De hoogte, het hoogste punt, is nog steeds hetzelfde als op die vorige editie. Die wielbasis die groeide overigens ook met enkele centimeters tot 2,93 meter. Nou, hij is in totaal, qua lengte, is 4,96 meter. De breedte is 1,96 meter. Ja, toch wel forse afmetingen, ondanks. Dat er niet vanaf ziet. Maar dat had een reden, want deze auto komt er namelijk ook in een volledig elektrisch aangedreven uitvoering. Ja, en daar heb je toch wel een packaging voor nodig. Dus daarvoor moet je zorgen dat je ruimte hebt om dat erin op te brengen. Nu die camera daar in beeld is. Kijk eens, dit is ook een grappig detail. Het wordt nu verlicht. Dat zijn die drie elementjes die je ook hier op de zijkant ziet. Die kleine roostertjes. Ja, ik vind dat een grappig detail. Ik vind het leuk. Het is niet iets om op een verjaardag overop te scheppen, maar ik vind het wel heel mooi. En dan mooi heel subtiel erboven, Maserati. Met daar die beroemde drietand, dat wapen dat je ook in Modena vindt. Prachtig. Ja, ik zei het al, hè. het is een volwaardige vierpersoonsauto. Dan moeten we dat ook even laten zien. Ook, Kijk, het, het meubilair achterin oogt als het meubilair voorin. Het is niet een tweezitsbank, nee, het zijn gewoon twee, als je het zo ziet, twee losse stoelen. Niet elektrisch bedienbaar, maar dat even tezijde. Maar het zijn wel twee luxe thuis die je ziet. Daartussenin zit wel een hoge dorpel. Is je daarvoor natuurlijk, ja, daar bekerhouders voor bergruimte? Hij heeft een skiluik om extra ruimte daar. te te kunnen dat als je daar achterin zit, dat je ook nog altijd comfortabel zit. Stel je voor dat je met vier volwassenen naar bijvoorbeeld de opera bent geweest, dan kun je nog altijd comfortabel daar achterin zitten. In plaats van als je bijvoorbeeld het hebt over een Porsche 911, dat je daar helemaal opgevouwen zit, helemaal achterin die kleine compacte coupé. Ja, maar waarvoor hebben ze nou die middentunnel zo hoog en groot gemaakt? Niet alleen voor juist extra comfort. Op die tweede zitrij. Ook niet voor het extra comfort op de voorste zitrij. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar daar zit in die elektrische versie zit natuurlijk het accupakket. Nou, we hebben hem al aangestipt. Die elektrische versie die heeft een 92,3 kWh groot accupakket. En die bevindt zich daar centraal in die auto. Ja, die auto die heeft overigens ook nog eens een keertje drie. Elektrische eentje op de vooras en twee op de achteras. En die leveren dan een gezamenlijk vermogen van maar liefst 1200 pk. Maar ja, de trouwe Autovisi-lezer die wist al, want Autovisie heeft dat natuurlijk wereldkundig gemaakt destijds. Toen we in gesprek waren met de CEO van Maserati en die het tegen Autovisie verklapte. Als eerste wereldwijd. Als je dan in een brochure gaat kijken straks, dat moet een digitale brochure worden. dan zie je dat er staat: 761 pk. Dat is het netto vermogen wat die elektromotoren dus ook daadwerkelijk aan die vier aangedreven wielen af gaat geven. Ja, vier aangedreven wielen, zoals bij die benzineversie. Ook die elektrische variant is een vierwielaandrijver. Ja. Dit is een leuk detail, hè? daar hou ik al van. Maserati sinds 1914. Als het portier dicht is, zie je het niet, maar het is wel een heel subtiel iets. Het breekt ook zo mooi even dit, dit grote zwarte paneel. Dus dan is het leuk dat daar zo'n element in zit. En ik weet niet of de cameraman al het klokje in beeld heeft uh, gebracht. Maar het klokje, dat is niet meer zoals ze dat gewend waren bij Maserati. Analoog. Het is à la Grecale, waarmee die overigens een heel groot deel van het dashboard. Uh, deelt, is tegenwoordig is dat gewoon digitaal. En heb je dus een digitaal klokje. Als je de auto opent, ontgrendelt en je doet het portier open, dan zie je daar, zoals nu in beeld is, zie je daar die drietand verschijnen. En dan tijdens het rijden kun je ervoor kiezen om dat klokje te gebruiken als daadwerkelijk uw werk. Maar je kunt hem ook gebruiken als uh, sport, uh, stopwatch, sorry, of natuurlijk als een soort van. G-meter uh, of anders een kompas dat mocht je dus niet volledig vertrouwen op het uh, navigatiesysteem en dat je wil weten welke kant je opgaat. Ja, ik zei het al, benzinemotor. Dat woordje nam ik al in de mond. Deze auto die komt ook als elektrische versie, maar natuurlijk in deze auto die Moderna, daar ligt in een V6-motor, nieuw ontwikkeld. We doen hem even langzaam onthullen. Kijk eens even waar die ligt, hè? Hij ligt niet voor. De vooras, hij ligt niet op de vooras, hij ligt juist achter de vooras. Dus in principe is het de middenmotor, maar dat even terzijde. Maar hier staat hij, ja, hier staat het: Netuno Maserati Netuno, de in eigen beer ontwikkelde V6 motor, slagvolume 3 liter. Het blok dat debuteerde in die MC20, zoals hiernaast staat, vervolgens ook in en dat is er eentje. Een Trofeo een grekale kwam te hangen en dan vervolgens in die Gran Turismo echter in die MC20. Daar levert hij 630 paardenkrachten. Hier wordt hij teruggeknepen tot 550 paardenkrachten. Dan noem je die versie noem je ook Trofeo. En als je het hebt over een Trofeo heb je het over 550 bk. Maar als je dan hier op die flank hebt gekeken, sorry, op de, want nu hangt het hierboven het voorschermpje... Modena, dan heb je het over 490 pk. Nog altijd voldoende, dat weten we. topsnelheid van boven de 300. Acceleratiecijfer onder de 4 seconden. Um dan heb je het altijd over 490 paardenkrachten uit die V6 motor. Het is niet zo dat het blok identiek is het nee, er zijn kleine wijzingetjes tussen die MC20 uh, V6 en deze Gran Turismo V6 motor. En heeft onder andere mee te maken met cilinderuitschaking en een dry sump systeem dat je op die supercar wel hebt, maar niet op deze Gran Turismo. Deze heeft gewoon een normaal Onder dat blok hangen waar dan die olie zich in verzamelt. Ja, cijfers. De topsnelheid van die V6 met 550 pk is 320 km per uur. En diezelfde topsnelheid geldt voor die elektrische versie. Die elektrische versie die accelereert dan in 2,7 seconden van stilstand naar. 100 km per uur. Ja, maar dat zijn de droge cijfertjes. Dan zul je misschien zeggen, ja, maar die vorige Gran Turismo die was ook met een V8-motor. Wanneer komt die V8-motor? Want dan krijgen we misschien meer dan 550 pk. Uh, even vooropgesteld, 550 pk is al meer dan wat die V8-motor in die vorige Gran Turismo leefde. Komt er dan wel... Of geen V8-motor in. Nee, dat contract tussen Ferrari en Maserati is ontbonden. Destijds waren het natuurlijk hele dikke maatjes, maar uh, inmiddels zijn ze wat meer gescheiden. Ze komen al weinig wel uit Italië, maar daar is het mee gezegd. En Ferrari zegt gewoon, ja maar sorry Maserati, wij hebben die capaciteit voor de productie van al die V8-motoren, hebben we zelf heel hard nodig. Ja, en vandaar dat ze het contract hebben ontbonden of het is althans niet verlengd en krijgt de Maserati GranTurismo louter V6-motoren of natuurlijk hè die drie elektromotoren. Ja. Uh. Oordeel zelf even wat je van het design vindt. En vind je dat Maserati met die Grand Turismo inderdaad die weg van die Porsche 911 of die Jeep Wrangler op had moeten gaan? Of zeg je, ah, ik had liever iets totaal anders gezien. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Nu stip ik al eventjes die Porsche 911 aan. Dat is niet de auto waar moet je deze moet vergelijken. Absoluut. Niet. He, voor die 911 Turbo is er die MC20. Dit is een concurrent, of ik kan beter zeggen, een alternatief voor bijvoorbeeld een BWM8 of een M850i of een Bentley Continental GT. Laatst genoemd is ook standaard Viva aangedreven. En hier natuurlijk, he, maar is inmiddels uit productie die Ferrari GTC4 Lusso. Dit is een heel mooi alternatief voor die auto die inmiddels dus het strijdtoneel heeft. Verlaten. Ja, de Maserati Gran Turismo. Binnenkort wordt dan, en dan heb ik het over binnenkort, uh, later dit jaar, dan hebben we het over 2023, wordt dan ook die open variant wordt voorgesteld. En dan is het setje weer compleet. Maar de familie van Maserati is nog altijd niet compleet. Want er komt natuurlijk een opvolger voor de Ghibli Slash Er wordt één nieuw model. En die vierde sportsedan Die komt er dan. Aan. en dan natuurlijk, hè, dan hebben we nog de Levante uit de huidige generatie. Die kreeg dan ook een opvolger, maar dan leven we inmiddels in 2025. Maar ja, dat die een opvolger krijgt, dat is natuurlijk voorspelbaar.